Ja, Roy Kortsmit, uiteindelijk verliezen jullie hier vandaag met 2-0. En ik denk dat jij het een onnodige nederlaag gaat vinden. Ja, zeker. Ik bedoel, we waren zeker niet minder vandaag en we proberen te voetballen. Geeft denk ik weinig weg. Niet dat wij heel veel mogelijkheden hebben gekregen, maar dat was wel redelijk in balans denk ik. En ja, dan val je een beetje aan de verkeerde kant van de score. Eerste helft een prachtige redding op het moment dat eigenlijk iedereen hier al een doelpunt telde. Ja, in de rebound kan jij er weinig aan doen, maar schiet dan Rijsdijk over. Maar ja, je hield in de eerste helft je ploeg op de been. Ja, dat zijn wel belangrijke momenten. En als keeper zijn is dat lekker. Dat je één bal krijgt en dat je er dan staat. En dan moet je hopen dat wij tweede helft meer kansen gaan creëren. En dat wij de wedstrijd naar ons toe gaan trekken. Maar dat lukt helaas niet door twee mooie uithalen. Maar jullie hebben misschien ook te weinig gecreëerd, hè? Waardoor zo'n bal heus erin mag gaan. Als jullie er al twee hadden gemaakt, dan maakt zo'n bal niet uit. Maar jullie creëerden weinig aanvallend, hadden jullie het moeilijk? Nee, zeker. Ik vond dat we het wel probeerden. Dat we echt wouden voetballen. Alleen in de eindfase lukte het niet. Waar het in ligt weet ik niet, maar ik vond het er in ieder geval wel prima uitzien. Uiteindelijk schieten zij de 1-0 binnen, helemaal uit het niets. Was je ook verrast door dat afstandsschot van de kogel? Ja, ik denk dat hij hem eigenlijk verkeerd aanneemt, waardoor hij opstuit en geloof ik aan de zijkant van Misha komt. En hij haalt gewoon blind uit en die bal die vliegt er heel mooi in. Ja, hij past precies. Logischerwijs sta je iets voor je goal, daar kan je ook niets aan doen, maar hij past ook precies. Hè? Ja, het is een boogbal. Ja, ik zeg, hij haalt hem blind uit en die maakt hij denk één keer in de 5 seizoenen. Ja, in de slotfase wordt het nog 2-0, dan schieten ze ook een prachtige bal binnen waar je kansloos bent. Maar ja, wel twee prachtige doelpunten, dat moet vervelend zijn. Ja, het is heel vervelend en de tweede helft geven we bijna niks weg, vind ik. En door twee van dat soort momentjes sta je 2-0 achter. En natuurlijk creëren wij ook niet heel veel tweede helft, maar het is gewoon zonde. Was dit jullie eerste echte serieuze test tegen toch een ploeg die gedegradeerd is en mogelijk bovenin meegedraaid? Nou, dit was zeker een test. Ik denk wedstrijd tegen Eindhoven en VVV kan je ook wel redelijk meetellen. Maar Go Ahead Eagles uit is gewoon heel lastig en dat wisten we van tevoren. Met het stadion erbij, het publiek. Maar goed, ik denk dat wij ons prima staande hebben gehouden. En wat ik zei, gewoon verkeerd aan de score vallen. Ja, eerste nederlaag, dat kan natuurlijk altijd. Jammer dat Volendam niet speelde. Hadden jullie op kunnen inlopen. Hoe zie je dit nu daarbovenin? Eventjes plaats maken en afwachten tot Volendam weer wat steken laat vallen? Ja, wij moeten gewoon onze wedstrijden gaan winnen. En ik ben er gewoon van overtuigd dat wij dat ook gaan doen. Ik weet zeker dat Volendam en de Eagles nog zat punten gaan laten liggen. Tot slot, dat heeft helemaal niets met de nederlaag te maken. Maar deze uitwedstrijd en ook de vorige bij Eindhoven komen jullie in een file terecht. Waardoor je heel laat hier bent. Zeker keepers, hè, gaan altijd al heel vroeg naar buiten. Hoe is dat nou in de voorbereiding toch op zo'n wedstrijd? Nee, ik vind dat je dat, daar moet je het niet eens over hebben. Joh. Een warming-up van vijf minuutjes korter. Ik maak me daar niet zo druk om.